President Chandrika Prasad Santokhi is op woensdag 29 november 2023 in de Verenigde Arabische Emiraten, VAE, gearriveerd. Het staatshoofd zal in Dubai de COP28, de 28ste editie van de jaarlijkse klimaattop van de Verenigde Naties, bijwonen. Voor zijn vertrek heeft de president benadrukt dat Suriname zich sterk zal maken voor maatregelen tegen klimaatverandering en concrete acties om de diverse fondsen zoals loss and damage en adaptatie effectief te laten functioneren. Dus met welke boodschap gaan we? Luister, wereld. Jij bent rijk geworden met olie en gas. Je hebt je bos gekapt en je bent rijk geworden. Wij hebben ons bos niet gekapt. En nu hebben wij olie en gas. Geef ons het recht om het goed te gebruiken, om ons volk te ontwikkelen, om de economie te diversifiëren, om te sparen voor de toekomst. En tegelijkertijd die crisis aan te pakken en laat alle Surinamers goed leven. Laat Suriname ook welvaart en welzijn kennen met die oil en gas, maar wel op een milieuvriendelijke wijze, wel op een verantwoorde wijze. De president wees ook erop dat Suriname niet verantwoordelijk is voor de CO2-uitstoot, omdat het land carbon-negatief is. Echter wijst hij erop dat de Surinaamse kust wordt aangevreten door het stijgend water. Suriname probeert dat op te vangen door het planten van mangroven. Echter is het nog een grote uitdaging om de financiering er niet is. Waar is die financiering? De wereld vervuilt, landen vervuilen, landen zorgen voor uitstoot. Maar zij financieren niet. En er is wel een kapitaal daar beschikbaar. Voor klimaatfinanciering, meer dan 100 miljard Amerikaanse dollar. Maar je krijgt geen toegang. Dus wij gaan daar, we moeten toegang krijgen tot kapitaal. Waarvoor? Om onze kust te beschermen. Waarvoor? Wat ze noemen adaptation. Je moet je aanpassen. Wat is aanpassen? Als in het binnenland regelmatig gebied onder water komen, dan gaan we met die grandma's in het traditionele gezag praten van luister, dit gaat elk jaar gebeuren. Nu gaan we naar hogere gebieden. Waar er nieuwe gebieden ontwikkeld gaan worden voor de leefgemeenschap. Met weer huizen, met weer scholen, met weer gezondheid, met weer water. Maar inmiddels was daar die rivier die jou in feite hulpbron is al voor water. Maar tegelijkertijd is het jouw infrastructuur voor verbinding. Maar als je verder gaat, dan moet je meer investeren. De president onderstreepte ook de noodzaak voor het verkrijgen van middelen en het opdoen van de nodige expertise om onze bossen en biodiversiteit op een duurzame manier te behouden en beschermen. De 28ste editie van de jaarlijkse klimaattop van de Verenigde Naties vindt plaats van 30 november tot 12 december.